Op de middelbare school vond ik biologie een van de leukste vakken. En toen ik tijdens mijn studie psychologie met neuropsychologie in aanraking kwam, was ik eigenlijk verkocht. Ik vind het brein heel erg fascinerend, omdat dat eigenlijk de grondlegger van ons gedrag is. En de psychologie is altijd heel erg geïnteresseerd geweest in gedrag. Maar heel lang konden we niet kijken wat er in het brein gebeurt en hoe stimuli daarin verwerkt worden. En nu hebben we dus wel de mogelijkheid om in het brein te kijken. Te hard rijden, alcohol drinken, extreme sporten. In de puberteit zien we dat jongeren meer risico's nemen dan in de kindertijd en in de volwassenheid. Nou, waar ligt dat aan? Voor mijn promotie onderzoek ik het verband tussen risicovol gedrag en activiteit in het beloningscentrum. Dus in de puberteit zien we eigenlijk een piek in het beloningscentrum. En ik wil weten of en hoe dat samenhangt met het risicovol gedrag dat ze vertonen. We doen het onderzoek bij 300 jongeren, wat echt heel veel is. En die zijn tussen de 8 en de 25 en die komen bij ons twee keer langs. En dan meten we ze twee keer op dezelfde taak en kijken we hoe ze over de tijd veranderen. Het meten houdt in dat ze bij ons langskomen en dan in de MRI-scanner een gokspelletje doen. En bij dat gokspelletje kunnen ze geld winnen en verliezen. En wij kijken dan wat er gebeurt in het brein op het moment dat ze geld winnen en dat ze geld verliezen. En meestal zie je dat er meer activiteit is in het beloningscentrum op het moment dat mensen geld winnen. We brengen het risicogedrag proberen we in kaart te brengen door middel van vragenlijsten. Dus we vragen of ze wel eens gekke dingen doen. En dan brengen we de MRI-data, dus de activiteit in de hersenen, brengen we samen met de data van de vragenlijsten. En dan probeer ik daar verschillende patronen in te ontdekken. Dus wat de relatie is tussen de hersenactiviteit en die risico's. En of het ook zo is dat jongeren die bijvoorbeeld meer activiteit hebben in het beloningscentrum ook een grotere bereidheid laten zien om risico's te nemen. Een gemiddelde dag bestaat eigenlijk niet. Dus we zijn nu bijvoorbeeld net klaar met het meten van de tweede meting. Dus iedereen is nog een keertje langs geweest. En ik ben nu aan de slag om die data te verwerken en te analyseren. En dat analyseren houdt eigenlijk in dat ik aan de slag ga met de plaatjes die uit de MRI-scanner komen. Waarop je kunt zien waar zuurstofrijk bloed heen stroomt in de hersenen. En die data zet ik om in spreadsheets. En met die spreadsheets ga ik kijken of ik een relatie kan vinden tussen leeftijd, activiteit in het beloningscentrum en de antwoorden op de risicovragenlijst. En kijken of dat verandert over leeftijd. Ja, ik heb wel gelukkig naast mijn onderzoek ook nog tijd om mijn andere leuke dingen te doen. Dus ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om te zeilen en ik vind het ook heel leuk om zeilles te geven. En ik hou heel erg van fotograferen en van paardrijden en van reizen. Ja, een van de dingen die ik heel leuk vind aan onderzoeker zijn is bijvoorbeeld dat je de kans krijgt om naar het buitenland te gaan. En ik ga nu bijvoorbeeld in maart 2014 naar het buitenland om daar op Harvard onderzoek te doen bij Lia Somerville. En zij is een belangrijke wetenschapper voor ons vakgebied. Dus ik vind het heel leuk en bijzonder dat ik deze kans heb gekregen. Faces of Science.